Welkom op mijn kanaal, ik ben Filip van de Kleine Muzikant en Zweefgem en vandaag gaan we zien hoe we snaren vervangen op een klassieke gitaar. De E-snaar is hier gesprongen van deze klassieke gitaar en we gaan dus alle snaren vervangen, want ze zijn allemaal wat aangetast ook. Ze zijn al wat van leeftijd, dus gaan we in deze les alle snaren gaan vervangen. Je kunt je snaar los draaien aan de stemsleutel of je kan die met een neeptang doorknippen. En het is belangrijk om te weten dat eigenlijk deze drie bovenste snaren op een andere manier opgelegd worden als die drie onderste. De lus zal verschillen. Hier hebben we een enkelvoudige lus. Hier gaan we meermaals lussen zodanig dat de nylon snaren strak vastzitten. Want die nylon snaren zijn zeer glad en die kunnen er wel uitschieten als je een enkelvoudige lus gaat gaan maken. Ik zal van beide snaarsoorten, dus die ijzer ommondend snaar en ook die nylon snaar, zal ik een voorbeeld geven. We starten hier met de ijzer ommondende snaar. Voilà, die snaar is ondertussen losgedraaid en losgemaakt. Dus mijn E-snaar is nu even verdwenen en ik ga een nieuwe E-snaar opleggen. We starten altijd aan de luszijde. En als je een snarenpakketje hebt, dan ga je meestal wel een aanduiding hebben. Op de verpakking staat meestal ook de aanduiding of gewoon, je ziet het soms gewoon meteen. Bijvoorbeeld bij deze snaren zijn er cijfertjes en van 1 tot 6 en dan heb ik de zesde snaar nodig. En deze ga ik even aan de kant leggen. Voilà. Nu, bij de metaal ommonden snaren, het verschilt nog van merk tot merk, maar heb je meestal bij de E-snaar en soms ook bij de A-snaar dat je een zwakker einde hebt. En dan is die metaaldraad ietsje verder uit elkaar. Nu, uiteraard, dat zorgt ervoor dat hetgeen dat daaronder ligt bloot komt te liggen en dus eigenlijk zwakker is. Vaak gebeurt het dat mensen dit hier in de luskant stoppen. Het probleem is als die zwakke kant dan op die kam ligt, hier van bovenop, dat kan nogal scherp zijn. Zelfs als je het veilt, is het toch ietsje scherper dan als het op iets effen zou liggen. Dus als dat hier wrijving krijgt en dat is al zwak, gaat dat veel vlugger springen, die snaar, als ze kapot zijn. Wat ik dus altijd doe, is gewoon dat gedeelte van de snaar aan de andere kant steken, in de stemsleutel. En daar ga ik sowieso overschot hebben. En dan kan ik gewoon dat zwak gedeelte afknippen. Dus daar heb ik dan geen probleem mee. Dus let daarop, anders ga je vlugger je snaar moeten vervangen. Nu, ik ga even inzoomen hier. Zo, ik kom hier van langs deze zijde. Ga ik de snaar erdoor steken. Die komt hieruit. Dan ga ik rond de snaar. Wat ik niet ga doen is een knobbel of zo, een knobbel leggen. Ik ga eigenlijk, of knopen. Ik zal gewoon die snaar hier achter de brug leggen, met een klein stukje. En ik hou dat tegen met mijn vinger. Dus ik heb nog niets geknoopt of gedaan. Dus gewoon het uiteinde achter de brug. Dus ik ben rond de snaar gaan en dan het uiteinde achter de brug. En dan trek ik die snaar aan. Hard aantrekken. Voilà. En dan blokkeert de snaar hier al. Doordat dat met die ijzer ommonden is, heeft dat nu al een stuk vorm gekregen. En als je dat loslaat, ga je zien dat dat er niet uitschiet. Dus hier zit de snaar nu al vast. Oké, dat is dus de ene zijde van de snaar, de brugkant. Dan hebben we de stemsleutelzijde. Ik ga die even op de grond plaatsen. En dus belangrijk uiteraard is dat je de snaar stopt in de juiste stemsleutel. Dus E, A, D, G, B, E. Dat je daar niet in mist. En dan ook de wijze waarop je gaat gaan draaien. Dus je draait de snaar op het wiel. En
zorg ervoor dat je ze dus niet onder het wiel draait, maar erop. En dus, wat doe je? Je houdt een stuk losse snaar. Dus hoeveel precies, dat bepaal je zelf. Maar houd er natuurlijk rekening mee dat je een stukje omwonden moet, een stukje moet omwinden op die stemsleutel. Anders ja, dan ga je gewoon geen grip hebben. Bij de A-snaar en de D-snaar en soms ook bij je E-snaar, dus te zien hoe groot het gat van die stemsleutel is, kun je dat twee keer erin stoppen. Dus ga je gewoon rond je stemsleutel maken, of rond die omwondenheid, en trek je de snaar er gewoon nog een keer door. En als je dat gedaan hebt, ga je merken dat je snaar direct al vast zit eigenlijk. En dan is het een kwestie van opdraaien. Een andere methode is dat je zorgt dat er een stukje van je uiteinde onder de snaar komt terwijl je opwindt. En dan ga je ook die snaar gaan blokkeren. Dus ik wind nu de snaar op. Als ik eigenlijk al mijn snaren vervang, ga ik dan nog niet meteen stemmen dat dat op E uitkomt. Ik ga gewoon de snaar opwinden totdat ik voel van ja, die snaar heeft al een zekere spanning. Oké, voilà. Dat is goed. En dan het uiteinde ga ik dan straks afknippen met een knijptang. Ik ga eerst een van die nylonsnaren vervangen, zodanig dat je ook ziet wat er daar gebeurt. Dus hetzelfde principe. Eerst zal ik de snaar eraf halen. Nou, de snaar is losgemaakt en nu heb ik de eerste snaar vast in mijn pakketje. En die ga ik nu vastmaken. Dus opnieuw, ik start bij de brug. Ik ga zo dadelijk terug inzoomen en je zult zien dat hier een andere methode wordt gebruikt aan deze zijde. Goed, dus hier opnieuw, ik kom van dezelfde kant. Ik stop die snaar door dat gaatje. En nu ga ik in plaats van gewoon rond en dan hier tegenhouden achter de brug, zoals dat ik hier met de bovenste E-snaar heb gedaan, ga ik nu van de andere kant rond de snaar en dan ga ik eraan voorbij. Ik ga nog een keer onder de snaar zelf en dan nog een keer onder de snaar. En dan ga ik dat einde terug hier tegenduwen en dan trek ik aan de snaar. En dan zit ook die snaar hier vast. Het kan zijn dat dat hier aan die kant een beetje uitpuilt. En dan zorg je ervoor dat je daar tegen duwt terwijl dat hier trekt. Dan gaat dat meteen verdwijnen. Je kunt dat ook altijd bijpassen. En dan ga je zien dat je daar een andere lus hebt gekregen waarbij dat je onder de snaar bent gegaan. En ik plaats terug die gitaar op de grond. Ik vind dat zelf het gemakkelijkst tussen de benen. En dan draai ik dat ik het gaatje goed zie. Dan ga ik hier in dat gaatje van de juiste stemsleutel. Dan ga ik dat opnieuw twee keer doen. Of ik kies ervoor, terwijl dat ik opwind, om te zorgen dat dat uiteinde een keer onder de snaar komt, terwijl ik dat aan het opwinden ben. Goed, dus nu ga ik ook die snaar opwinden tot ze helemaal vast zit. Omdat ik een zekere spanning heb. Er staan ook snaren, winders, dat gaat dan ietsje sneller. Maar goed, de meeste mensen hebben dat niet thuis. Dus doe ik het hier met de hand. Dus zorg ervoor dat je opwindt. Er van bovenop en niet eronder. Zodat je voor het stemmen ook je telkens naar dezelfde kant moet draaien om je stemsleutel of om hoger of lager te gaan stemmen. Oké, goed. Dus als alle snaren erop liggen, ik zal misschien eerst die uiteinden afknippen met de tang. Voilà. Voilà. Oké. Dus als al mijn snaren er dan op liggen, dan ga ik eigenlijk gaan stemmen. Dus de meeste mensen kunnen niet stemmen op het gehoor. Dan is het wel aan te raden om ofwel met een app ofwel met zo'n stemapparaatje te gaan stemmen.
En ik zal dat nu ook gebruiken zodat je ziet wat er gebeurt. Dus ik ga het rechten zodat je er wat zicht op krijgt. Voilà. Dus als ik ga gaan spelen, ja, nu staat die duidelijk nog te laag. Dus ga ik eerst al wat aanspannen. Voilà, totdat hij al begint te reageren. En je ziet dat E al verschijnt. Dus. En nu zet ik eigenlijk E en naar het scherm wordt groen. Maar je ziet ook, kijk. Wat gebeurt er als je net nieuwe snaren hebt opgelegd? Die snaar moet zich zetten en heeft niet meteen de juiste spanning. Dus daarnet was die zogezegd juist gestemd. Als je nu gaat kijken, en je hoort het ook, is die plots terug veel lager. Ja, dus dat is normaal. Hè? Dus niet panikeren, oei, ik heb dat al juist gestemd. Dat is gewoon compleet normaal. Dus die snaar zet zich. Daarom trek ik er ook wel. Dus als je aan het stemmen bent bij iedere snaar, dan ga je die spanning er al wat in steken. En dan stem ik opnieuw. Voilà, totdat die weer juist staat. Als ik nu weer trek, zou het goed kunnen zijn dat ze weer, voilà, te laag staat. Dus dat herhaal ik een paar keer. Eventueel zet je ze ook gewoon wat hoger. En dan trek je eraan. Voilà, zet er zelfs nu weer onder. Voilà. Nu ga ik die even laten rusten. Ik zal een keer de bovenste snaar ook nemen hier. Snaren, die hebben daar eigenlijk nog meer last van. Dus dat zakken, dus telkens als je juist gestemd hebt, zakt ze iedere keer weer. Je moet rekening houden dat eigenlijk de eerste week à twee weken, dat de gitaar iets minder stabiel zal zijn en dat je ze meer moet gaan stemmen. Eigenlijk is hetzelfde principe, dus gedraaid. Dus hier zet ik zelfs terwijl ik nu gewoon speel, hoor je hoe de snaar zakt door de spanning. Hè? Die blijft zakken doordat ik die spanning verander. Die moet erin komen, dus ook hier. Je trekt aan de snaar, die zakt opnieuw. Je doet die stijgen. Voilà, is dat zo gezegd juist. Voilà, is weer te laag. En zo herhaal je dat proces van stemmen totdat je eigenlijk min of meer stabiliteit hebt. En hou er rekening mee, de dag nadien zal die zeker wel weer wat ontregeld zijn. Moet je zeker bijstemmen. Sowieso is het goed als je voordat je speelt, dat je eerst een keer luistert naar je gitaar of als je juist gestemd staat. En stem je ze eventueel wat bij. Zodanig dat je je gehoor eigenlijk traint om je snaren altijd juist te horen. Want dat is uiteindelijk wel zeer belangrijk. Ik hoop dat je nu inzicht hebt in hoe je snaren oplegt. Anders spring je gewoon even binnen als je in de buurt woont.